Hallo? Hallo, hallo mensen. Ben ik hier op het juiste adres? Ben ik hier? Vos. Ja, waar wil je zijn? Nou, ben ik hier bij DC Games? Nee, dat zijn de buren. Oh, nou, dan ga ik weer weg. Na de intro. Okay, people, let's go to work. Ja. En we zijn hier speciaal bij jullie. Dit is de groep builders van jullie. Ik zie hier een Jens, ik zie een Dennis, ik zie een DJ Sen, ik zie een Koen Smeets, ik zie een Pieter. En ik zie... Ja, Kenzo, jij hoort er niet bij, toch? Nee, je bent geen pal. Maar je bent de eregast. Blauwe kat. Ja, blauwe rotkat. En nou, waar gaan we heen, Dennis? Want het is lang geleden dat we hier hebben opgenomen. Dus het is leuk dat we weer een keertje teruggaan naar DC Games. En waar gaan we naartoe? Nou, ja, we gaan beginnen met een kleine minigame, denk ik. Oké, ik achtervolg je. Oké. Iets te kort achter me, want ik ben een beetje bang. Ja, nou ja, ik ben geen olifant. Nee, poebeer. Of andersom is je thuis. Oh ja, ik ben poebeer. Ja, kijk. Nou, ik ben toch niet eng of zo? Oeps. Nou. Een beetje. Nou, we lopen hier door de server. We zijn door welk gebied zijn we aan het gaan, Dennis? Ja, nu zijn we China. China. Eigenlijk Mulan. Mulan, ja natuurlijk. Wel een beetje Disney gerelateerd. Gerelateerd ook. Oh, en een bordje. En dit is de eerste game, minigame. Ik ga erop klikken. En we zitten dus in Pictionary. En wat is het voor game? Of gaan we dat dadelijk pas zien? Want wat de bedoeling is. Kun je toch even kort uitleggen wat het is? Want mensen. Het is een jump map! Ja, het is Ik val er nou vanaf. Nee, de bedoeling van Pictionary is dat we gaan bouwen, één iemand toch, en dan moet je gaan raden wat het is. En ja. Oh god. Oké, simpel. Ja, klinkt wel. Oh, gelukkig ben ik heel erg goed in bouwen. Oh, vervelende jump map. Ik ga hem niet doen. Nou, ik ben benieuwd. En we hebben het al natuurlijk van tevoren getest of het werkte. En ik had een heel leuk voorwerp, want ik werd ook zelf gekozen als bouwer. Maar waarschijnlijk zal dat nu niet meer zijn. Dus ik denk dat iemand van jullie dadelijk de bouwer is. En dat jullie iets gaan maken. En dan moet je in de chat gokken wat het is? Ja. Je moet gewoon typen. En gewoon als het typen. Juist is, dan hoor je wel een soort... Oké, jullie helpen me mee op YouTube. Hè? Jullie gaan kijken wat wordt er gebouwd. We gaan kijken wie de gelukkige winnaar is. Koen Smeets is de winnaar. Die mag dus gaan bouwen. Maar het is net op de beurt, hè? Jij moet ook nog bouwen straks. Oké. Een gorilla. Het zijn Nederlands woorden? Ja. Het is sowieso een vogel. het is een eend. Oh, jammer. Het ding was zo voor. Kan niet zo hoog. Ja, dan moet je dat... dat is het stel dat je maar 4 hoog voor jou. Dan moet ik het plat gaan tekenen. Ja. Dat is jammer, dat het 4 hoog is. Oké, plat. Toch geen bal. Jij kan hoger, Vincent. Een friet. Ik snap het niet. Een eend, wat wordt het, mensen? Van welke kant moet ik het zien, Koen? Van bovenaf. Ja, nee. Moet je de jumping pussen halen? Ja, dat wel, ja. Even kijken, hoor. Je moet dat toch voorstellen, Koen? Niemand heeft het al geraden. Is dat een bord? Ja, ik heb ook Koen. Ja! Oh, hij heeft hem! Wie heeft hem? Wat is dat? Kenzo? Mickey Mouse? Is het Mickey Mouse? Yes! Wat? Wat een lelijk scheppergoed! Is dat Mickey Mouse? Nee joh, Pluto? Oh my god, jongen. Hey, ik ben aan de band. Nou, dat is mooi. Mag ik beginnen? Ja, je mag. Het is jammer dat het zo zwart is, dat er zwarte gaten zitten in. Dat vind ik jammer. Ja, dat is wel zo origineel onderkant leek het. Achteraf gezien. Voor China, hè. Jullie weten niet wat ik raad, de mensen weten het wel in de chat. Wafelbloed. Wat? Wat? Ja, ik snap het echt niet. Oh! Ja! What? Ja! Hoe, Pieter? Moeilijk is niet. Yes! Ben je klaar? Is dat?
Ja, ik heb hem. Vol met TNT. Oh, oh ja. Ja. Dan een TNT. Het was niet zo moeilijk. Nou, oh, nog nee, eentje doen we. Nog eentje doen we. Nee. We spelen niet het hele potje. Eventjes blokjes pakken. Oh nee. Ik kan niet bouwen. Oh ja, maar jij. Neem er één. Oh. Oké, okay, dat is ja. Nog wel mooi. Maar dat komt omdat we jou een rank geven. Knippen, et cetera. Maar de mensen die dus nieuw komen, krijgen die dan ook allemaal een rank van? Ja, maar iemand is bezig met die plugin en die moeten we erin. Oh, dat begint nog niet af. Oké. Okay. Ja, eigenlijk wel, maar ja. Nou, ik ga het lief doen. Want we gaan dus even kijken wat er nog meer is. Want er zijn nog veel meer dingen die we kunnen zien. Zo, huppakee. Eigenlijk is de bedoeling dat we dan, met z'n allen uitspelen. Dan zie je wie dat er gewonnen heeft op het laatste. Oh ja, wie de meeste punten hebben. Ja. Game over, de winner is Osnik 98. Even kijken, nou dan gaan we door. Ik volg Dennis, jij weet het pad wel. We zijn met de Spanje. Even een korte rondleiding hier. Dit is eigenlijk de ingang van Parijs en van Brave. Gaaf. Hoi. Dat is eigenlijk Ratatouille daar zo. En dat is hier Brave. Gaaf. Nou, een beetje mengelen met Narnia. Oh, leuk. Dat is mooi, hè? En dat wordt een nieuwe server of dat wordt het. Oh! Oh! Nee, is niet. Oh. Nee, dat is gewoon een gebied. Ik wil je. Je mag even verloeren. Is goed. Heel korte look. Loeren. Shot is. Ziet er goed uit. Heel apart. Heel leuk. Heel apart zo. Leuke stijl. Mm-hmm. Hier zijn Sen en Kjell eigenlijk aan bezig. Onze bouwers. Dat huisje, heel apart dak, joh. Ja. Mooi. Wat is hier binnen? De natte herberg van Sen. Oh jee. Nee, tof. Wat hebben we zo meer? Wat is nog meer nieuw? Je had nog een nieuwe game, had ik gehoord. Dat is een nieuwe game, ja. Die is eigenlijk heel simpel. Dat is parcours. Daar kunnen we even naartoe warpen misschien. Met het kompas. Is goed. Gaan we erheen lopen. Ja, kan ook. Wat jij wil. Jij wil lopen. Lopen is goed. Dat is Parijs, hier waar we bezig zijn dus. Oh, netjes joh. Oh, nice. Doorheen. Ja, goed vermaakt. Dan gaan we door het kasteel. Ja, lekker drinken jongens. Dat is altijd goed. Lopen. We gaan vandaag eens lekker even lopen. Daar is het portaal naar Disneycraft. Als jullie terug naar Disneycraft willen, kunnen jullie daar met jullie lopen. Niet meer. Nee. Tot op het einde en dan zijn jullie in Disneycraft. Ja, dit is de poort naar de DC. Superleuk. Dan heb je hier Aladdin. Aladdin. Daar moeten we heen voor de... Ja, voor het parcours. Oké, parcours, ja. Ja, Aladdin is vrij groot. Dus heel het nieuw gedeelte gebied. Weer. Ja, dat is eigenlijk mooi. Het grootste gebied. Ik weet niet, wil je straks even doorheen lopen? Aladdin loopt er ook in. Oh, leuk joh. We lopen allemaal even hun naar achterna. De server laat even een beetje langzaam. Oh, dit. Oké, we gaan naar level 1. Ik weet niet of ik ver kom. Maar we gaan proberen. Ik kan vliegen. Ik ben helemaal niet zo'n parkour mens. Maar dit kan iedereen vrij doen, er zit geen wachtrij voor, dus, en er komen ook checkpoints in, zei je? Ja, we zijn bezig met die plugin aan het regelen dat er checkpoints in komen, dus dat moet je steeds niet. Als je level 5 gehaald, dan kan je volgende keer gewoon opnieuw starten bij level 5. Dat is wel handig voor jullie. Oh, handig, ja. En dat, we gaan ook maken dat dat dan voor je naam staat, als je in parcours bent. Dan kunnen mensen zien welk voor level je hebt. Oh, gaaf, maar ook als je pas alleen parcourt, of als je er echt... Als je in de arena van parcours bent, eigenlijk. En dat is dit, hierzo. Ja. Eigenlijk, je bent daarnet door een grotje gelopen, vanaf daar zit je in het parcoursgebied. En hier ga je naar level 2? Ik laat alleen level 2 nog zien, anders is het te veel spoiler, hè? Ja, toch? Ja. Ja. Nou, dit is level 2. Ja, ik ben helemaal niet zo goed in parcours. Ik vind het wel leuk om mensen te zien dit doen, dus dat vind ik leuk om naar te kijken dan dat ik het zelf doe, eigenlijk. Ja, daar ben ik eerlijk in, dat is zo. Ja, dit zou ik ook nog wel halen, denk ik. Level 2 uit, zo wel. Nee, dat haal ik gewoon niet. Maar goed, proberen. Dit is even, ik heb geen geduld hiervoor. Hebben we nog een game? Want we hadden jullie al nog iets nieuws. Imo map. Hoe gaan we er naartoe? Waar paintball? Of gewoon op kompas, China klikken en dan het paintballetje aandeden. Kompas, we klikken op China en dan gaan we op paintball. Paintballetje. Met het sneeuwballetje. En dan PB join.
BB join. Oh, je moet niet bewegen voor 5 seconden. Ik doe niks. Ja, ik zit in de lobby. En hier, dit is de wachtlobby, jij nog steeds? Want vorige keer hadden we dat ook gedaan bij de eerste Disneycraft game video. En dus de tweede map die er is gemaakt, geloof ik, hè? Ja, we hebben nu 2 paintball mappen. Ik heb 16 kills. En 2 death. Oh, nou, netjes. Probeer. We zitten in de nieuwe map, we hebben geluk. Nu gaan we bewegen. Ja. Het is een nieuwe map, ik weet van niks. Ik weet niet waar jullie komen. Ik weet niet welk team ik ben, ik ben rood. What? Yes. Ik heb ook een nieuw... Oh, jammer dit. Ja, pak aan. Jammer dit. Nee! Ah! Sterf! Hey, slaap. Oh. Wow. Oh. Ah! Oh, dat is wel nice. Die grot. Het zit beneden, denk ik. Kom, we gaan hem halen. Oh, Sven. Oh, yeah. Bon, Koen! Ik haat je, Koen! Oh god, het is een Jens. Oh. Ja! Oh. Nee! Zo! Nee, ik ben dood! Ja! Hebben we gewonnen wat? Wat is het? Ik ben gewoon dood! Dat is niet gewonnen! Ik ben ook dood! Ja! Yes. Vincent, kijk wat je met haar gedaan. Alleen Vincent, nog Jens. Echt? Waar is hij dan? Fuck jou! Vincent. Vast. Ik zit vast. Vieze flikker! Oh, je wacht hem gewoon op, hè, vieze strontbaviaan. Oh, oh, oh. Oh, nee, dat mag niet, weg jullie! Oeh. Weg jullie! Oh, wow. Doei. Oh, fuck. Ik had ook geen goed team. En terecht. Oké, nou, ik vind dit toch wel het leukste wat er is, de paintball eigenlijk. Dat is nooit vervelend. Ik vind het echt superleuk. Nee, supercool. Tof. Nou, dit was denk ik de kleine preview. En blijf mijn kanaal checken voor updates over deze games. Kunnen jullie al iets erover zeggen nog meer over de server? Ik kan al wat meer. Ik kan zeggen dat TNT-tag erin komt, spleef. Hebben we een voorlopige datum voor de opening? Oh ja, we hebben een voorlopig datum, is 4 oktober, dat kan ik ook meegeven. 4 oktober? En, ja. Dus jullie verplichten me aan de video voor 4 oktober te vrijgeven. Hoe bedoel je wat? Oh ja, zo! Ja. In principe wel. Oké, dat geeft niet. Ja. Dus hopelijk gaan we dan open. Dat is nog niet zeker, maar op het forum kun je alles zien ook. Havenaat forum, Disneycraft. Daar kun je alles zien. Ja, dat is een tablet aangeopend, DC Games. En Kenzo! Mijn ballen zijn op. Je kan het kopen met het boekje. En dan? Ik klik erop en dan verdwijnt het venster. Ja, nee, je moet slaan. Oh. Serieus? Ja, dan kun je ook airstrikes en zo kopen, maar dan weet je hoe hoog je level is daarvoor. Ja, ik heb best wel... Oh, er zat iemand te campen daarachter. Zo. Ik ga je killen. Mag het niet, ik ben serieus al dood. Yes. Oh, niet mooi. Ja, maar jullie zitten met alle mensen die tegen mij, hè? Ja. Het is echt gewoon Koen en ik tegen jullie allemaal. Het is gewoon jammer dit, zeg maar. Hey, we dood. Ja, ik heb je van achter gepakt. Ja. Ja, nee, dat... Oh. Oh. Voor mij is Kenzo was net AFK, daarom kon ik hem neerknallen. Waar zijn jullie, jongens? Nee, ik was niet even key. Oh, je stond stil in de map. Ja, we hebben gewonnen! Nou, dat is toch leuk. Ik vind het toch verschrikkelijk verslaafd, maar ik doe het toch, baby lief.
Heel leuk dit. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Voor een leuke video. Geef een duimpje voor je te registreren op het forum. Davinsaforum.nl. En kom zeker weten langs. Want we hebben namelijk sinds kort Rollercoaster Tycoon 3 Custom Scenery Sets. Dus die kan je daar gewoon downloaden. Doei doeg! Doei! 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 Doei!